Shotgun! Je hebt het vast wel eens gehoord. De shotgun. Dat is de positie naast de chauffeur. Degene die naast de chauffeur mag zitten. Niet op de achterbank, nee. Lekker mooi voor. Maar er zijn regels. Dit zijn de 10 regels van shotgun. Als de driver, de chauffeur, naar jullie toe komt en jullie worden met z'n allen opgehaald, is degene die als eerste shotgun roept, natuurlijk de shotgun. Die mag voorzitten. Als de partner van de chauffeur meerijdt, of een oude persoon zoals een moeder, een vader, een tante, noem maar op, dan heeft die in principe de eerste rechten op de shotgun. Die mag sowieso voorzitten. Tenzij jij gewoon scheid hebt en denkt, nee, dikke doei. Vanaf welk moment mag shotgun geroepen worden? Velen zijn het hier niet over eens. Mogen het duidelijk zijn dat je niet dagen van tevoren kan vechten voor die spot. Je kan niet een week van tevoren zeggen, hey, ik zit shotgun volgende week. Dat kan niet. Wanneer de voorbereiding naar de auto al bezig is, zo van, ja, we moeten gaan tanken en shotgun, dan kan niet. Mooi moment uitkiezen. Word je als eerst opgehaald, dan ben jij natuurlijk automatisch shotgun. Dan mag jij automatisch voorzitten. Naast de shotgun kan er nog gevochten worden om 3 andere plekken. Links achter, rechts achter in de auto en natuurlijk midden. Bijna niemand wil midden zitten. Dus zeg je als eerst links achter of rechts achter, dan is die plek ook voor jou. Wanneer de plekken zijn verdeeld, zijn de plekken verdeeld. Altijd moeten mensen klagen, dit, dat, zus, zo. Nee, het is officieel nu. Op een paar dingen die ik heb opgenoemd na, heeft iedereen evenveel recht op de shotgun positie. Het is niet zo dat vrouwen eerder mogen zitten en wat je altijd zal krijgen. Nee, want ik ben lang en ik heb lange benen, dus het is niet handig als jij daar zit en ik ben super groot. Nee, in principe heeft iedereen evenveel recht. Als 2 mensen ongeveer tegelijkertijd shotgun riepen, ja, dan zit er maar 1 ding op. Rennen. Ren naar de auto. Degene die er eerst is, die kan natuurlijk gaan zitten. Of ja, of gewoon degene die sterker is. Ik zeg gewoon, hé, ik sla je in elkaar als je niet eruit gaat en dikke doei. Dat kan ook. Maar niet doen, niet vechten. Degene die shotgun was op de heenweg, is ook safe voor de terugweg. Hij behoudt dezelfde positie. En dat geldt ook voor links, achter, rechts, achter, midden. Iedereen behoudt dezelfde positie als de heenweg. Schreeuw geen shotgun bij die ene vriend of vriendin die nooit iets weet en dus heel bang gaat doen. Jij zegt, shotgun, waar? Waar? En ook niet bij die ene vriend die wel eens vast heeft gezeten. Want als je zegt, shotgun, waar? Waar? Want dan trekt hij zijn gun, weet je wel. Dus niet doen. Mijn excuses, de afgelopen 3 dagen heb ik niks online gezet. Ik weet niet wie het is opgevallen. Nee, niet? Niemand? Oké. Ja, een beetje druk, maar sorry. En we gaan vandaag gewoon weer lekker door met de 10 dingen week. Jij kent nu de regels van shotgun, maar je vrienden en vriendinnen moeten dit natuurlijk ook weten. Dus deel dit filmpje met ze en dan is het voor altijd duidelijk. Voor de rest wil ik zeggen, geef dit filmpje natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, elke dag om 7 uur een nieuwe video. Abonneerlink staat ook in de beschrijving. Mis niks morgen. Wat zet ik morgen online om 7 uur? 10 dingen die een shotgun moet doen. Ja, daar zijn ook regels voor. Dus, kijken. En voor de rest, doei!